Ik ben Sandra Wessel, dit is Bert van Doren. En wij zijn de bedenkers van het buitenbridgebord. Nou, gezellig met z'n vieren bridgen, dat kun je het hele jaar doen. Alleen als je buiten wil bridgen, heb je een probleem. Bij bridge moet namelijk een van de vier spelers zijn kaarten op tafel leggen. En als je dan buiten zit en er komt een windvlag, dan waai je die kaarten weg. Daarom hebben wij het buitenbridgebord bedacht. Daar leg je de kaarten op en die blijven dan gewoon netjes liggen. Nou, in Nederland zijn er zo'n 300.000 bridges. En wereldwijd zijn dat er ongeveer 10 miljoen. Nou, al die mensen willen wij op de hoogte brengen van het bestaan van het buitenbridgebord. En niet alleen de bridges, maar ook de kennissen en kinderen van die bridges. Want het is ook nog een leuk cadeauartikel. Nou, Sandra zal zo een korte demonstratie geven van wat er nou gebeurt als er een windvlaag over de tafel heen gaat. Dus een kleine windvlaag, maar zelfs met een grotere. Sandra, je kan gelijk jaar doen. Blijven de kaarten liggen. En het is niet alleen handig voor buiten, maar ook binnen kun je het goed gebruiken. Omdat je in één keer dan de kaarten naar voren zou kunnen schuiven. Zodat de partner de kaarten beter kan zien. Nog even kijken. Dus, ja, ja, natuurlijk. Zeker. Normaal leg je de kaarten. Dus het is eigenlijk dat stripje is het. Nee, ja, dit is het hele bord. Het is eigenlijk een set, hè? De bord, dat zijn de 13 kaarten die één van de spelers op tafel legt. Ja. En die slaghouders, die heeft iedere speler. Want bij bridge moet je je slag altijd voor je neerleggen. Die bestaat al? Nee, dat hoort erbij. Het wordt bij elkaar. Ja, ja. Het is een set. Vier slaghouders en het buitenbridgebord. Dat is de set. En zo leg je dan eigenlijk het hele spel neer. Dus dat is ook weer handig van die slagenhouders als je buiten zit. Want je kan aan het eind van het spel kun je eigenlijk zo alles omdraaien. En dan zie je gelijk het hele verloop troeven en punten tellen. Je hebt patent. Ja. Tenminste, bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom. Daar is het geregistreerd. Ja, maar dat kun je ook voor andere dingen gebruiken, behalve bridge. Ja, alles wat je buiten kaart. Dat kan ook. Ja, zou kunnen. Jokeren gaat niet. Nou, dan kun je de setjes, zeg maar. 3 en per 4. Ja, maar wordt het heel veel setjes, hè? Ja. Ja. Massa is kassa. Eenmalig, hè? Ja.